Hi vissen, leuk je kijken naar de korte weekhoroscoop van de Mandala. En deze week is het voor week nummer 21. En dat is van maandag 23 mei tot en met zondag 29 mei. Ik ga de kaarten schudden om te kijken wat week 21 voor de vissen gaat brengen. Dan lijkt het vissen alsof het echt een hele fijne, gezellige, warme, liefdevolle week kan gaan zijn. Ik heb het idee dat je heel hard aan het werk bent, maar wel een stukje in samenwerking met. Je lijkt echt heel erg te kijken van hoe kunnen we dat nou het beste gaan doen met z'n allen en hoe kost dat misschien wel het beste of het minste tijd. Ook in de vriendschappen, ook in de liefde, ook in de omgang met mensen om je heen, daar lijkt deze week het echt even gewoon een heel goed moment voor te zijn. Je lijkt jezelf open te stellen, je lijkt heel erg die verbinding op te zoeken. En ik heb dan ook het idee dat er ook in de liefde zeker niks te klagen valt. Het is echt even een stukje dat er heel veel aandacht is. Je geeft aandacht, je ontvangt aandacht. Er is gewoon even heel veel aandacht voor de omgeving. Wat ook gewoon echt zorgt dat deze week een hele warme week is. Waarbij je ook nog eens heel veel dingen voor elkaar gaat krijgen. Lekker genieten dus deze week, zou ik zeggen. Dit was weer de korte weekhoroscoop. Ik hoor natuurlijk heel graag wat je ervan gevonden hebt. En ik wens je sowieso een super fijne week.